Een trailer vol pakketjes is in de nacht van dinsdag op woensdag in brand gevlogen. Dit gebeurde rond 4 uur 's nachts op de Maas- en Waalweg ter hoogte van Beneden Leeuwen. De chauffeur gaf aan dat hij een brandlucht rook en direct besloot de trailer af te koppelen. Even later sloegen de vlammen eruit en was er een grote rookpluim zichtbaar. De brandweer heeft met gereedschap gaten in de wanden moeten maken om het vuur goed te kunnen blussen. En het muzikale evenement en wedstrijd NK Straatmuzikanten stopt ermee. Het evenement vond afgelopen juni nog plaats in de Dorpsstraat in Elst. De organisatie kampt met een tekort aan vrijwilligers en meldt dat het niet meer op te brengen is. Een opvallend besluit, want het NK Straatmuzikanten trok veel publiek en draaide met behulp van lokale sponsors een succesvol programma dat de laatste 3 jaar zelfs zonder gemeentelijke subsidie werd georganiseerd. Voor Jan Rauhorst, de voorzitter van Centrum Management Elst, kwam het nieuws als een teleurstelling. Voorzichtig laat hij weten te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om een dergelijk evenement toch in stand te houden.